gegooid dan. Wat dan? Wat is dat? Tja. Hey, Tompie. Tompie is niet. Ga je Dead by Daylight spelen of niet? Nu niet, nee. Maar in principe moet je niet alle vier spelen eigenlijk, David. Daarom doet het vol eigenlijk, hè. Als je ze alle vier gaat spelen, heeft het geen zin dat we stemmen. Jawel. Dus ja, ik ga gewoon de top pakken, hè. Ik hoef ze niet alle vier te spelen, maar ik ga gewoon kijken. Als ik ze alle vier kan spelen, is het wat beter, maar... Ja, dat zijn alle vier multiplayer games. Niks interessants, ja. Op King ging. Dus moet je gewoon voten, dat is wat ze moeten doen, ja. Nee, hebben we op het moment vier votes voor Forza. Eén vote voor Dead by Daylight, één vote... Twee voor Dead by Daylight. Ik zie er toch maar één staan? Ja, maar dat is van Dylan, hè. En mijne telt niet mee, hè. Omdat je van nou... What the fuck? Maar ik vind ook omdat David al heel lang heeft erop moeten wachten voor dat te spelen. Wat spel is dat? Forza. Ja, weet je, na een tijd gaat dat wat beter worden, die planning. Maar ja, dat is niet normaal als je veel spelletjes speelt. David is er al lang op het wachten op Forza te gooien. En morgen was het dan de Evil Within, zeg. Morgen is het de board games, hè. Morgen is toch dingen... Dat, Tusky gevraagd had. En dan Evil Within, ja. Maar ik begin morgen iets vroeger, hè. Firewatch. Ja. En welke gaat je eerst doen? Denk... Firewatch, dat is straks te klaar. Ik bedoel, of bedoel vandaag. Maar de foto's, we hebben nog tijd. Ik bedoel, als de mensen willen foto, weten ze hebben een kans, maar... Zeg eens. Nou, moet ik dan eens misschien de link ergens zetten waar foto's of zo kunnen, eigenlijk. Nu je of Tengske gaat komen kijken. Liefje. In principe, David, als Pipke nog by Daylight doet en kan doen Dead by Daylight. Dan heb je een neck and neck race. Tja, maar als het niet is, is het niet, hè? Hallo. Miss, vote voor uw spelletje bij Launch Engels of Launch NL, ja. Dat dan vier votes dat je kunt kiezen. Klik maar op een van de games dat je wilt zien, ja? Dus ditmaal ze niet komen. Wat? Dat was niet komen. Ditmaal was ze niet... Wanneer gaat het dan met Dylan Borderlands? Woensdag ergens. Oké, ik ben direct terug. Ik ga een koffie halen. Binnen 5 minuten ben ik terug. Oké. Zou we zo maar snel overschrijven allemaal in de schermbestemmels. Oscar, ik moet ook bestaan, hè? Oh, ja, hè? Maar bij Dead by Daylight, David, hè, dat zijn extra mensen die zo extra gehurk zitten, hè, en denken dat je een ziet als killer.
En laat me raden, David. Tom heeft hij in zijn één gestemd. Ja, dat is het rare. Wat? Mijn zoon, ja, is het één. En Tom heeft ook al gestemd, of wat? Mm-hmm. Ik heb Discord geweest. Hoe dan leer ik dat doen? En vandaag ging je dan ook vroeger beginnen of hetzelfde uur maar altijd? Gewoon hetzelfde nummer. Gemakkelijkste voor mij op het moment. Ik wil allemaal nog veranderen, maar ik voelde mijn eigen sowieso al niet zo lekker meer vandaag. Dus hetzelfde van gisteren op. Oh ja. Ja, minder wel, maar je weer nog zo de aftermath, weet je? Ja, maar ik voelde de alcohol ook nog zitten. Gebied maar eens iets gaan eten, om ik. En eet je nog dingen, zeg ik, David? Havermout. Ja. Jij ook? Nee, jij het ook niet. Nee. Ik weet dat wel. Ik kan dat met melk, met water. Ik heb dat gewoon leren eten. En wat is het lekkerste, melk of? Melk, ja.
Zo.
peaceful. 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 Shit, what do we fuck with this? The ball's taken. Time to break out from C4.
bird. Did you know Charles II clipped the Tower Raven's wings after the Great Plague? It's the closest he came to admitting he believes the Black Prophecy. Well, that and forming our little organization, just in case. Okay, then I gotta save him. And then, game out. Thank you.
We lost so much knowledge when Dean's library at Mortlake was pillaged. We've collected what remains, but none of us has Dee's mind to make sense of it all. That's Dee's septagram. It symbolizes the unity of the four elements with alchemy, magic, and science. To us, it opens the path to secret knowledge. It will work like a black light now. Look for the signs. Nice work. Don't bother with your map. Officially, this place doesn't even exist. Just use the black light to find your way through. They'll lead you to our bunker. Oh god, I've lost another one. Fuck off! Whoa, 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 whoa! Nah!
Okay, break out the black lights again. See if you can crack this one. I'll go on the left. Goodbye. Welcome to the Ravens of Dean Nerve Center, such as it is. The blight has been worse than even we thought, and we were expecting it. I can't imagine how ordinary people like you coped. Mind you, we tried to warn people. Our best prepper risked his life trying to get to the Queen, but they wouldn't listen. They locked my John up, and he was never the same. That's the Enochian alphabet. Symbols that D used to communicate with angels. The Ravens translated them years ago. Now you can reveal and understand them too. See, John D basically invented cryptography. He was the first professional spy, did you know that? Even signed his letters to Queen Elizabeth, 007. Now try the keypad. That's the seven bells. Time to move. Head for the roof. This is Raven Wing 1. No safe landing. I repeat, we cannot land. We'll try and pick you up on the roof. Stand by. Take the stairs. Hurry! Misery.
for you. You've got to dance around those blighters. You can do this. Heard the chat on the radio. Sounded like a bad one. And now the ravens have fled, just like Dee foretold. Look, I know you won't believe this, but I hate to say I told you so. I understand. You want to get out, to run away and never look back, but it's not that simple. Look on the bright side. You're still here, a survivor, and I'm not going anywhere. No matter how bad it gets. But make no mistake, it will get worse. Dee said the blight will only end when a cleansing fire of black angels sweeps over the world. We all used to think he meant the ravens of... I know you're green as grass, but try and remember to aim before you shoot. Oh, shite. You need to refuel that generator. I think it's time you went to see Vikram. Vikram runs the Shoreditch petrol station at the top of Brick Lane. Him and his family live in the flat above. You can't miss it. He's shut himself in there and been trading fuel to survivors. You might have to breach his perimeter, but once you're through, just tell him the prepper sent you.
lined up. Ik dacht dat het spel uit was, maar... Pam pam pam. Hello, beautiful. Mommy is home. Ik dacht al, het ging te gemakkelijk. Ja. Ik speel tot 6 uur, dus ik zeg het maar. Vertel. Waarom rechtszaak? Dan mogen we zien dat je recht in de schoenen staat, hè? Top. Ik ben door. 16. Ja, nou wel. En ik dacht dus echt dat ik het spel had gespeeld had om die hele contract. Echt, hè? Godverdomme. Hallo? Iemand hier?
should see a park coming up ahead. The petrol station's just past there. Ik kan niks scannen. Daar moet jij, weet je dat op? Als jij dat wilt geven, is goed, hè, maar jezelf niet. Denk wel. Dat blokkeert de scanning of wat? Zo. Mind your step. Someone's laid down traps for the infected, which is smart, but they'll get you just as easily. Be careful. Er is niks hier. Ah, die loopt erover, die loopt erover! Ah, you serious game? Ga toch terug eraan, man! Het is geen walking deck hier, hè? Denk niet dat het dek opraf. Of last. Of gesmashed. Ik gun het jou, man. Je bent een keigoede streamer, alleen nog niet zo beroemd. Maar doe veel plezier, hè. Maar ja, toch heel hartstikke bedankt dat je dat goed lieve woorden. En ik hoop voor jou dat je kant terugkrijgt. Is dat weer of wat? Dat is weer geblokkeerd. Wat is dat hier? Shit! Exploding zombies. Wauw. Daar kom ik dus voor niks, hè? Thank you.
Ja, heel erg bedankt, Bob. Is online. Shit. Wow. Oh, pannenkoeken. Bon appetit. Stop, you're dead. You're dead. Oh, dead.